We moeten die jongens nog ophalen, maar koeling. De jongens heeft al wel geoogd. Dus we gaan nu snel de jongens uit het hotel ophalen. En dan dit is Nissan, hè? Nissan. How many pieces did you have? How many pieces? 150. 150. Ja, ze zijn al terug van de oogst, hè? Dus ik heb de eerste drie vissen er al uit gehaald. Mooi, hè? Een soort strijkijzer, of niet? Ja. Maar binnen is het wel lekker, hoor. Je zit echt... Maar dat, je krijgt het niet gekeurd in Nederland, hè? Ja. Goedemorgen. Ah, good morning, everybody. Good morning. Hello. Morning. 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 そうそうそうそう。そうですね。昔で言えば、もう当時なんてこうだと一発もあるか、あかんみたいなね、話聞きますもんね。だからやっぱりやっぱりね、パッとね。そう。その時のところを今回固められてるんで、次に、次に、あの、違う手を使おうみたいな、なるほど。あの時にやりやすくなる。読めるわけですね。肩つきとか。そうそうそう。<笑> Dat is heel mooi. Oh, sorry, sorry. Wat wil ik? Maak mij er tussenuit. Soene, soene. Wat? Kissing, kissing. Very good time. You also very lucky as well. Right. Even not today, somebody already buy. Very, very good. Beautiful. Jacques, gaat goed hoor. Ik had niet praten. Zeg, Flerk. Dat is niet zo aardig van jou, hè? Potjan Dikkie. Sorry, Mori. Dat ben je.
dat er eerst op gekeken, je kunt het. Zijn we dan, hè? Mijn keuze is al gevallen. Die drie stappen. Ja. Shit. Maar dit soort koffie is meestal lekker sterk en tenminste goed. Kijk, daar zit de directeur. Ja. Dat is een... Die failliet is. De vierde directeur. Ja. Als vrouw weet. Je hebt twee visjes gekocht. Je moet even Damien nog vragen of hij nog wat. Nou, die normaal niet. Die heeft wel een goede smaak. Ja, dat weet ik. Die staat gelijk bij de Jensi binnen. Ja. Uitkijken, moesten natuurlijk stilhouden. Want ze hebben vandaag, ze zijn net weg en loopt nu nog eens in zijn oogstpak. Even kijken hoor. Ja. Zijn oogstpak. Want de Nissai en gisteren zijn de Sansai geoogst. Dus dat, ja, die zijn hier nu. Het zit helemaal vol. De bakken die normaal gesproken de verkochte bak zijn, die zitten nu. De te koop bakken, dat is even jammer, want het regent en dat is buiten. Maar het zijn wel, het ziet er echt heel goed uit, dus ik ga niet wachten. Nou, het lag niet alleen aan mij, zeg maar. Wie weet. Nou, zit ik hier niet mee met het weer. Echt mega regen en juist de koopvissen zitten dan in het water waar het moeilijk te vangen is. Dus dat. Maar we komen wel ergens. Twee bikkels. Wat mooi die dat vuurwaard, dat is nog goed eigenlijk, beter als hier, want je hebt hier dat volgt echt het schubpatroon, hè. Dat is best wel mooi. Nee? Kijk, en gewoon niet voor de show, maar gewoon omdat hij dat zegt, hè. Ja. Een touwtje eromheen. Ja, maar je moet een touwtje erin. Dat touwtje moet je. Je herkent hem niet meer, hè? Nee, ik herken het. Je rimpels zijn in één keer weg, dat is ongelooflijk. De rimpels zijn helemaal weg. Oh. En Matsukawa Waka. Bij Nagoshi, hè, jongens. Nog steeds. Komt nog natuurlijk heel veel op. Dit gaat veranderen. Ja, dit wordt helemaal te gek. Maar hou hem mooi, 42 centimeter. Mooi, wat ik wil doen. Toppie. Nummer 2. Dat is alweer een beetje iets verder qua ontwikkeling. Ook mooi wit. Er zijn heel veel die zijn echt gelig en zo, maar deze is een mooie witte huid. De kop is ook goed licht. Misschien ietsje kleiner. Ik zeg dat deze 39 centimeter is, 39, 40 centimeter. Pancho Showa. Ja. 40 centimeter. En al mooi het zwart ontwikkeld. Je ziet vaak dat er zo vanuit moet nog komen. Bij de... Oh, dat met de andere vissen, maar met deze is een hele al mooi ontwikkeld. Komt nog meer zwart op of het wordt strakker, maar grappig is. Een schitterende Deutsche Sandhi.
42 centimeter, zeker. Superwit, hele gave tekening en super rood. En de kweker ging er vanuit dat het een mannetje was. En het is dus toch een vrouwtje nadat zijn vader kwam checken. Dus een vrouwtje, dus het wordt nog witter. En een mooie, dikke vis wordt het. Oeh, jongens, hé. Dit is Nissai of Sansai? Nissai. Nissai, jongens. Okay. Tweejarige vissen. En plaatjes. Eerst deze. Superwit. Komt ook echt uit een aparte bak, jongens. Dus ja, helemaal te gek. Superwit. Mooie tekening. Deze wordt mega groot, zegt de kweker. Dat geloof ik ook wel. Als ik dat zo zie. Mooie vinnen. Helemaal te gek. Helemaal te gek. De volgende is deze. Nu beter qua kwaliteit. Dat is ook in de prijs anders. Dus de eerste is goedkoper dan deze. Het rood is veel beter op dit moment. Dus dit is voor nu koi show materiaal. Wordt ook groot, maar hij zegt dat die andere groter wordt. Echt heel gaaf. Ik zie een hartje. Ik zie een hartje. Oh, wow. Helemaal te gek. Wat een gaaf vis. Beide female natuurlijk, jongens. Hè. Beide dames. Dames. Vrouwelijk. Ondanks het weer. Ondanks het weer hebben we helemaal te gek met vissen. We weten te scoren. Ondanks het weer hebben we helemaal te gekke vissen gescoord. Dan zijn we ja, echt weer helemaal blij. Ondanks het regen, ja, ik zeg het nog een keer, want het regent nu vervelender dan met de hurricane. Jokkie. Yes, stapte in de trein en nee, toet toet boing boing. Ja, dat is wel heel grappig. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Jullie hebben zelfs nog kleur ook. Grappig, we hebben al vissen uitgezocht eigenlijk. Dus we kunnen eigenlijk alweer terug. Zonder dat zie je nou, dat vinden wij ook fijner. Dus. Goed. Nou, we eten alleen even mee en dan gaan we weer. Ja. Heb ik ook geen last van heimwee. Nee, zo is dat. Oh, wat lekker eten. Jeetje, wat een voorde man. Ja. Stelletje tuig. Maar in ieder geval ook niet in slaap gevallen in de trein. Dat is ook al een voordeel, hè. Het was weer 3 uur later. Ja, wel goed. Niet op een trein op. Dat was wel een verschrikking. Ja. Dat hebben we niet allemaal doen. Nog gelopen. Ja, we hadden jullie te goed gereden, man. Was ja, zieken nou mee of niet? Rond in Tokio, dat had wel een plaatsje gekomen. Was zieken mee? Is die, of is hij nog daar? Hij zit daar nog. Ah, oké. We moesten er even. Lekker op pels! Tanaka-san? Tanaka Kishi-san desu ka ne? Ja, Hachi.
Heb je mijn nieuwe schoenen gezien, ja? Ja, voor zo'n mooi. Ja, dan ga ik even kijken of je daar te kopen. Heb je hier gekocht of niet? Ja. Een keer misschien. Ja, zijn dit nou pakken? Je moet hem doordraaien, Peet. Doordraaien, ja. Heb je niet je heen gehoord? Wie ben ik helpen? Dat weten we het allemaal. Lekker hoor. Kijk. Die qua fokkerij wat veel te buiten was, die bepaalde sokken meugen. Ga je ook lekker naar de arena? Arena? Ja. Dan krijg je het wel even gesprok. Nou, arena. Hoi. Hoi. Is dat doing? Ja? Zit er niet bij voor je? Nee. Ik dacht ook wel echt door. Doe eens een lichtje aan, jongens. Wat mag ik zie hier heel langzaam rijden, want die was aan het vertellen. Doe ik om jullie nog maar net door half rood te rijden. Ja. Ja. Ik heb ons hangen, dan zo goed met de vlucht. Frappuccino. Ja, het is veel gezelliger. Hallo. Hallo. Bye. Zo tegen haar.